Goedemorgen, Kana. Fijn dat je er bent. Ik heb contact met je opgenomen omdat PFI dit jaar formeel 15 jaar bestaat. PFI is opgericht op 8 november 2005, om precies te zijn. Maar de PFI bestaat natuurlijk al vele jaren langer. Kun je misschien iets vertellen over hoe dat in het begin ging en hoe dit zo ontstaan is? Ja, nou, ik vind het heel erg leuk om hier te zitten om over mijn betrokkenheid met, eigenlijk in het begin, Pagan Federation natuurlijk. En dat stukje geschiedenis gaat terug naar de jaren 80. Eigenlijk is PFI natuurlijk geboren uit Pagan Federation. En veel van mijn vrienden in Engeland waren ook verbonden met Pagan Federation. En die is eigenlijk volgend jaar, die bestaat wel 50 jaar. Mijn betrokkenheid met Pagan Federation kwam eigenlijk tot uiting toen ik in 1997 werd gevraagd of er werd een voorstel gedaan van het zou leuk zijn als we overseas, was al een pen pal connectie met overseas leden van de Pagan Federation. En we hadden al enkele mensen die bijvoorbeeld Pagan Dawn waren geabonneerd. Maar we zijn eigenlijk net op dat moment was het begin van internet. Ah. Dus we zaten een beetje te bakkeleien van hoe zou het zijn om gewoon die overseas members meer betrokken te zijn, enzovoorts, enzovoorts. Dus we zaten een beetje te brainstormen. Ineens werd gewoon gezegd van nou, iemand uit, dat is Tony Kemp, die zei van, ja, maar hoe zouden jullie iets in Nederland kunnen doen? Op dat moment zat ik heel erg goed bevriend met Lady Baren. En dan zaten we te kijken van, ja, zullen we dat gewoon doen? En zo is PFI Nederland eigenlijk ontstaan. Wij zouden contact onderhouden met alle mensen die in Nederland Pagan Dawn zou krijgen. Dus dat is eigenlijk zoals het begonnen is. Yeah. En dat was inderdaad in 1997. Natuurlijk, op een gegeven moment werd ik uitgenodigd voor, om mee te doen in de council. En we hadden op dat moment een jaarlijkse conferentie in Croydon, het Fairfield Halls. En het was heel leuk om aanwezig te zijn bij de council meetings. En daar werd gewoon van hoe kan je inderdaad, wat is de bedoeling van Pagan Federation? Maar ook, hoe gaat het inderdaad met de mensen, weet je wel, on the continent. Zoals hij dit zei, on the continent. Zo hebben we uiteindelijk gekeken, ook inderdaad de ontwikkeling van internet. En dat is één ding voor PFI dat heel erg belangrijk is, dat wij eigenlijk vanaf het begin veel contacten, veel van onze activiteiten hebben ontwikkeld via internet. Op een gegeven moment, wij hadden het gevoel ook alles buiten de UK konden wij bedienen. Ja. Yeah. Maar het was echt van, is Pagan Federation ook bereid om verder te kijken in de UK? Dus het was een beetje, niet echt een strijd, maar het was niet vergeten. Dit paganisme natuurlijk is een of neopaganisme, is gewoon erg in de lift, zo te zeggen. Yeah. En ook wereldwijd. Er waren ook mensen trouwens binnen Pagan Federation die zagen ook dat de hele Pagan Federation moest meer internationaal worden. Dus er waren mensen die zeiden van eigenlijk moeten we Pagan Federation international, ons international gaan noemen. Maar daar waren gewoon, mensen waren gewoon in Engeland absoluut niet aan toe. Dus op een gegeven moment gingen wij steeds meer bedenken van hoe zit het nou eigenlijk? En op een gegeven moment, we zeggen altijd, wij waren de grootste district geworden. Niet alleen geografisch, want we hadden alles behalve de UK, maar ook qua aantal mensen. Waar wij voelden van dit is, en er waren ook meer mensen in Europa, die hadden last van het, zeg maar, onderdeel te maken uit een Britse organisatie.
Dus wij zaten te denken, op een gegeven moment hebben Lady Bar en ik gewoon een lumineus idee gehad van laat onze stichting, laat ons gewoon echt officieel. En dan hebben we iets meer, in ieder geval een Europees basis. Maar we waren niet echt verbonden aan een bepaalde land of een bepaalde organisatie. Dus dat was voor ons een hele belangrijke move. En zodoende zijn we inderdaad in 2005 zijn we bij de notaris gaan kloppen. We hebben gewoon het statuut, gewoon van wat willen we eigenlijk? En uiteindelijk inderdaad, we zijn officieel opgericht in november 2005. Dus inderdaad, net wat je zegt, we zijn actief sinds 1997. Maar vanaf 2005 zijn we echt als een legal entity bezig als stichting. En dan mensen vragen van hoe zit dat nou eigenlijk met verschillende PFI's? Want we hebben natuurlijk PFI Nederland, PFI, op dat moment hadden we ook PFI Germany, Portugal enzovoort enzovoort. Dat is heel belangrijk om te zeggen van, daarom was het dat de consensual aspect heel erg belangrijk. Dus de PFI's buiten... Werkt dus als een soort netwerk voor landelijke PFI's. Precies. En als mensen vragen... zijn de individuele PFI's eigenlijk working groups van de foundation. En dan kunnen ze ook zien van, oh ja, we zitten wel, we zijn echt een legal entity. En dat is heel belangrijk, want we kunnen inderdaad, wat we laatst hebben ook gezien, we kunnen ons inschrijven bij de Transparency Register. En er zijn allerlei aspecten van PFI, waar ik zeg, dat zijn bepaalde rechten die we hebben. En daar kunnen we ook gebruik van maken. Want dat is een boodschap eigenlijk voor de hele PFI. Als we zeggen van, we hebben problemen om, of we hebben last in bepaalde landen. Dan kunnen we altijd terugvallen op, we hebben bepaalde rechten. Ook in Europa heb je bepaalde rechten. En dat is een hele belangrijk aspect. Dus voor heel veel mensen die bezig zijn met PFI. Dat is ook een deel van ons werk natuurlijk. Dat wij proberen mensen te helpen. Daarom is onze mission statement natuurlijk to defend the rights of pagans en ook heathens natuurlijk. En ook als mensen ons vragen van hoe is het een beetje geschiedenis? Of hoe zit het met de rechten van de vrouwen? Of zijn jullie, wat is gender equality? Of wat betekent dat voor jullie? En dat zijn bepaalde vraagstukken die we inderdaad kunnen stellen in een grote groep. En bij onze bijeenkomsten natuurlijk, we kunnen bepaalde aspecten. Wat we ook proberen te doen inderdaad met onze, tegenwoordig online bijeenkomsten, is ook om te zeggen, hoe werkt PFI? Wat heb je daar aan? Wat heb je daar aan? Niet alleen informatie delen en aan elkaar, de networking faciliteiten natuurlijk, maar ook, we kunnen daadwerkelijk ook op het legal level. Op het mensenrechtenvlak. Ja, daar kunnen we ook natuurlijk veel kunnen betekenen. Vaak wat we zeggen over, en dat kan ook heel discreet zijn, als mensen zeggen van, nou, ik heb wel een probleem. Bijvoorbeeld, ik ben mijn baan verloren, omdat ik werd als heiden of als heks uitgeroepen. Daar kunnen we ook zeggen van, wat zijn daar inderdaad Europees gezien, ook wat zijn de rechten van de mensen en bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, dat soort zaken. Ja. Ja. Ik wil even terug, want je had het in het begin over de jaarlijkse conferentie. Is dat de jaarlijkse conferentie van de Pagan Federation of had PFI zelf ook dat soort internationale bijeenkomsten? Eerste bijeenkomst was 2001. Dat was inderdaad in Lunteren. En ja, in die tijd was het inderdaad nogmaals niet zo veel informatie op internet. En internet was nog
Dat was nog jong toen. Inderdaad. We hadden al actieve mensen in Duitsland, Portugal, Zweden. En de jaarlijkse conferenties toen waren echt een tweedaagse happening. Wauw. Omdat we op de vrijdagavond, we probeerden een soort council meeting te houden. Want en ook dat mensen zouden kunnen komen, meet and greet, meet the speakers. Dus dat was, en op de vrijdagavond hadden we een bijeenkomst voor echt PFI members. En ze konden inderdaad kennis maken met sprekers, ook helpen met het opbouwen van podium en dat soort zaken, dus echt bij betrokken zijn. En ondertussen hadden we ook alle national coordinators die kwamen inderdaad uit Portugal of Duitsland of waar dan ook, hadden we gewoon op die avond ook onze eigen council meeting. Ja. En dat was, wij probeerden natuurlijk best wel veel van Penguin Federation over te nemen qua organisatie. Mm-hmm. Maar het was heel duidelijk dat het PFI een hele andere koers ging uitstippelen. Juist omdat we inderdaad veel met internet en veel contacten onderhielden. We hadden al ook was het PFI chat, zoiets. We hadden op dat moment een in-house magazine, dat was toen Europa. Laatst is dat inderdaad ook Pagan World genoemd. Maar dat was ook van informatie kunnen verspreiden. En natuurlijk ook rapportages, verslag geven van wat er op onze conferenties gebeurde. Dat was echt heel veel. Lady Bar heeft natuurlijk ontzettend veel werk aan met de organisatie. Zij probeerden ook verschillende een soort Engelstalige stroom en een Nederlandstalige stroom. En het was echt op één dag had ze iets van 22 workshops. Het is echt een komen en gaan van nou, waren echt ontzettend leuk. We hebben dat enkele jaren kunnen doen. En langzamerhand ben ik ook natuurlijk bezig van, zijn er mensen die wilden een PFI in bepaalde landen starten. Inmiddels was PFI Germany, die waren echt aan toe om een eigen legal structure te wijzigen. Uiteindelijk is het PFI Deutschland geworden en zijn ook een verein, EW. Maar op een gegeven moment zouden we ook kijken van hoe zit de relatie tussen PFI en Pagan Federation. Dus uiteindelijk coming back to mama. We hadden het ook onder hun statuten ook, hebben we ook kunnen regelen dat alles international werd gewoon georganiseerd door PFI. Dat is ook in hun statuten trouwens, dat is inderdaad ook opgenomen. Dus we konden ons omschrijven als affiliated organization of Pagan Federation. Dus toen PFI Deutschland actief werd, zijn ze ook, omdat ze gewoon onze logo's konden gebruiken, om de naam kunnen gebruiken, et cetera, waren ook inderdaad officieel dan affiliated organization of Pagan Federation. Dat is ook een hele andere wijziging van hoe kan je inderdaad als PFI functioneren. Maar het blijft nog steeds van, wij proberen wat aan de wensen van mensen te voldoen. Wat ik zeg altijd is, pagans, heathens, waar je ook bent, buiten de UK uiteraard, kun je bij ons terecht van kunnen we daar iets doen? Bepaalde landen, ik moet erbij zeggen, waar het bij haast onmogelijk wordt om een PFI op te starten. Ik noem bijvoorbeeld PFI Iran. We hebben wel contacten in Iran, maar ik denk, en China is ook moeilijk. Andere landen, je moet gewoon een beetje uitkijken. We hebben natuurlijk ook onze bekende bezoek aan, cultureel bezoek aan Lagina in 2005 gehad. PFI Turkey.
Maar de laatste jaren is dat ook moeilijker geworden. Dus een heleboel mensen hebben gewoon veel meer onzichtbaar moeten zijn. En dat, ja, is inderdaad best wel lastig. Aan de ene kant wil je wel bereikbaar zijn. Maar aan de andere kant moet je wel realiseren. Je kan niet overal roepen van ik ben heks, ik ben pagan, ik ben heathen. Dus dat zijn allerlei dingen waar je zegt van wat is veranderd. Wij, onze doel, onze doelstelling is anti-defamation werk en zo. Dat is eigenlijk helemaal niet veranderd. Toen ik bijvoorbeeld, ik doe natuurlijk mee aan interreligieuze dialoog en alles en nog wat. Toen ik in Parliament of World Religions in Toronto in 2018 ben ik natuurlijk wel als representative voor PFI. Daar hadden we ook, ik heb een hele map meegenomen van allerlei informatie over wat wij doen enzovoorts enzovoorts. Het was een hele pagan hospitality suite, daar, daar ben ik ook aangesloten enzovoorts enzovoorts. En daar probeer ik ook, bijvoorbeeld ook bij URI, daar ben ik ook natuurlijk verbonden, probeer ik inderdaad ook bijvoorbeeld de plight of the cities enzovoorts enzovoorts. Maar het is zo moeilijk. Het is echt zo ontzettend moeilijk. Maar we doen ook lobbying in Brussel. Ik ben ook aangesloten bij Op Europees niveau. Ja, op groepen waar we als PFI ook lid zijn. Dat was met name bijvoorbeeld ENORB, dat is de European Network for Religion and Belief. En daar zie ik ook inderdaad dat we wel iets kunnen betekenen van onze inbreng. Wat merken we bijvoorbeeld? Hoe worden pagans, hoe worden heidenen behandeld in Europa? Bijvoorbeeld, neem bijvoorbeeld het dragen van bepaalde insignia op straat. Dat ligt ook hier in Nederland soms heel erg moeilijk. Ja, precies. Wat ook gebeurd was verleden jaar hebben we was er een summit voor freedom of religion and belief. En daar ben ik inderdaad ook als PFI rep, maar ook als URI rep, ben ik daar ook echt leuk om mee te maken. Dan gingen we naar het European Parlement. En we zaten gewoon in een hele grote kring met al die oordoppen op natuurlijk voor translation en alles en al wat. En ik heb wel mijn zegje kunnen doen. En dat is, goed. Is ook nog echt heel belangrijk om te weten. We hebben recht van spreken. Als je terugkijkt op de, nou ja, als ik het goed hoor, de afgelopen 23 jaar van PFI Nederland en PFI International. Wat is iets belangrijks dat daar voor anders is? Omdat we functioneren ook inderdaad als vraagbak. Het leuke is dat we zijn een van de weinige, als niet, ja, ik bijna durf te zeggen dat we een van de, in ieder geval de oudste pagan heathen organizations ter wereld zijn inmiddels. Actief in heel veel landen. We zijn, dat is iets wat kijk bijvoorbeeld in Amerika. Hebben we ook natuurlijk de contacten ook met pagan organizations in Amerika, de Covenants of the Goddess, Circle Sanctuary, of Circle, Circle Sanctuary, Selena Fox. Als we iets in Amerika willen doen, pagan organizations en alles en al wat, dan er is een PFI USA. Maar we gaan altijd bij Selena van wat gebeurt er allemaal. En andersom, wil zij iets van een internationaal weten, dan komt ze altijd bij mij aankloppen. Maar ik ben uitgenodigd door Selena om mee te doen aan een panel over international paganism. En dat was heel erg leuk. En vanuit de Parliament of World Religions aanwezigheid in 2004 in Barcelona is PFI Spain eigenlijk uit voortgekomen. Want we hebben contacten natuurlijk met pagans in Barcelona.
En dat was heel erg leuk, want op een gegeven moment hadden we van nou, we hebben contacten met Amerika al lang. Maar dat is een wisselwerking die heeft ontzettend veel consequenties, maar mensen weten ons te vinden. Yeah. En wat we ook doen, als er bijvoorbeeld rampen zijn, we zijn ook van heel snel, we hadden PFI Philippines, inmiddels was het opgericht, en er was een ramp in een typhoon en alles en alles. En we hebben gewoon gezegd van nou, we kunnen daar gewoon een actie starten. Celine die heeft inderdaad ook gezegd van hoe zit het daar, weet je wel, dus ze komt van ons ook van hoe is het in de Philippines, en we hebben deze en deze actie, dus zij kon het ook verspreiden enzovoorts enzovoorts. Dus dat is ook iets waar ik nog steeds heel erg mee bezig ben. En we dat hebben natuurlijk mooi. Ook bepaalde acties jaarlijks hebben we nou, met dank aan Frigga bijvoorbeeld, ze zei ook van nou, we wordt tijd van PFI ook bepaalde acties kunnen voeren. En afgelopen jaar hebben we natuurlijk die Planting Tree actie. En dat is echt ontzettend leuk geworden. Daar krijg je ook grassroots projects. En ik denk voor PFI is dat ook heel belangrijk. Dus voor ook contact te hebben met grassroots projects. En als ik zeg van, wat doe je als pagans? En dan hoef ik niet over de theologische vraagstukken over as a true of druidisme, whatever. Je kunt zeggen, nee, wij zetten ons in voor de aarde. En dat is echt op dat niveau van zo cruciaal. En contacten met inheemse volkeren, nogmaals een stem zijn voor de mensen die hebben geen stem, enzovoort, enzovoort. En als je nou kijkt naar de toekomst, zeg de volgende 15, 20 jaar. wat zou je graag willen bereiken? Het zij in Nederland, het zij internationaal met de PFI. Ja, want ik als persoon natuurlijk, ik hoop dat ik veel mensen kan inspireren. Dat is altijd mijn persoonlijke doelstelling, als er een doelstelling is, dat mensen worden in ieder geval geïnspireerd door wat ik gedaan heb. Maar dat geldt ook voor PFI. Ik hoop dat andere pagan organizations, maar ook de mensen die met dit soort levensstijl, levensbeschouwelijke, dat ze ook geïnspireerd worden. En wat wij hebben kunnen bewijzen is dat we hebben niet veel geld nodig. Ik zal niet zeggen dat geld niet handig is, maar wij kunnen met heel weinig, want ik zei eigenlijk het meest kostbare iets is onze tijd. Als wij onze tijd kunnen geven, een uurtje per week, whatever, alle momenten waar mensen kunnen actief bezig zijn en committed, echt met hart en ziel kunnen werken, dat is zo kostbaar. En daarom zeg ik van, zelfs als je denkt van nou, ik kan niet zoveel doen, ik heb niet zoveel tijd. Je kan natuurlijk wel, ik zeg altijd van, kijk naar je rituelen. Denk aan andere mensen. Doe je magisch werk, kun je ook veel doen. Maar laat ons ook weten. Delen van verhalen. Dus op Facebook, daar kun je ook heel veel dingen doen. We hebben ook een forum. En inderdaad, wat we proberen ook met de community circle te doen. Dat heb jij en Celine natuurlijk heel veel gedaan. En Frigga ook. Dat we gewoon de community circle, dat we gewoon mensen laten zien dat je wel iets kan doen. Het vreemde is op dit moment, en zeker in de corona-periode, crisis, iedereen doet van, we moeten allemaal van die online meetings hebben. En ik denk, en helemaal van die indigenous people hebben van, wij werken zo, een dreamtime noem het, en iedereen, Maar daarom moet je soms zo lachen. Maar het is inderdaad zo. Dat mensen worden weer bewust van, wij kunnen inderdaad op dat magisch niveau ontzettend veel dingen doen. Dus forever magical.
Dit lijkt me een fantastisch einde van het interview. Ja, ja. Have a magical... Morgana, ontzettend bedankt.